Breda Nu. Welkom, leuk dat je kijkt naar het weekoverzicht. Winterlicht Breda is een initiatief van de gemeente Breda voor Bredase jongeren. Deze weken kun je lasergamen in het stadskantoor in Breda en de komende weken zenden we nog meer activiteiten uit. Gemeente Breda organiseert Winterlicht, een programma vol bijzondere coronaproefactiviteiten waaraan iedereen veilig kan meedoen, jong en oud. Zo gingen ze vandaag lasergamen in het stadskantoor. Vandaag openen wij eigenlijk Winterlicht. En Winterlicht hebben we in het leven geroepen om te laten zien van alle activiteiten voor jongeren die we wel kunnen doen. We zijn hier aan het lasergamen in het stadskantoor. En ik ga zo meteen tegen de burgemeester een potje lasergamen. Ja, er zijn enorm veel activiteiten georganiseerd binnen de coronaregels. Maar juist ook om voor jeugd en voor mensen die zich echt vervelen, eenzaam zijn, hebben we heel veel activiteiten. Nou, je hebt verschillende leeftijdscategorieën. Voor tot 13 jaar is er meer mogelijk, maar tot en met 18 is er zeker ook heel veel mogelijk. En je ziet dat er per activiteit aangegeven is voor welke leeftijdscategorie het is en wat er dus ook mogelijk is. Om zo eigenlijk alle regels zo goed mogelijk te kunnen naleven. Ik denk dat er wel meer dan 30 activiteiten zijn die op die lijst staan. Dus er zit voor iedereen wat tussen. Wandeltocht, lasergame in het stadskantoor, karten. Er is er echt heel veel. In de lobby van Hotel Nassau in Breda staat een wensboom. Met daarin wenskaarten van kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben. Hotel Nassau heeft in samenwerking met Club Kruimel een wensboom opgetuigd. In de boom hangen kaartjes van kinderen met hun wens erop. Dit is de wensboom in Hotel Nassau Breda. We staan op dit moment in onze lobby. En elk jaar voor kerst hebben we hier een wensboom met kaartjes en wensen van kinderen. We hebben besloten om elk jaar een leuke wensboom in de lobby te zetten. En om een stichting te ondersteunen. Samen met betrokken ondernemers hier in Breda. En om kinderen met beperkingen of kinderen die het niet zo goed hebben, iets leuks te wensen voor de kerstdagen. Dit jaar werken we samen met Club Kruimel, een stichting met kinderen met beperkingen. Club Kruimel is een particulier initiatief. Samen met mijn vrouw en een aantal vrijwilligers ondersteunen wij ouders van kinderen met een beperking. Daarnaast geven wij gratis kinderkleding en speelgoed weg. Het is gewoon hartstikke leuk om iets terug te geven aan een ander. En zeker aan mensen die het niet heel breed hebben of kinderen die het niet heel goed hebben en die anders misschien niet een fijne kerst hebben. Dus sowieso vanuit onze organisatie Hotel Nassau Breda zijn we heel bewust bezig om iets voor onze medemens te doen. Klanten van het hotel, medewerkers van het hotel, mensen die de actie ondertussen al kennen, die kunnen gewoon het hotel binnenkomen en zeggen van joh, dit is een leuk cadeau, die wil ik eigenlijk wel kopen voor dat kindje. En dan kunnen ze het kaartje uit de boom halen. Dan kunnen ze het cadeautje kopen of ze zeggen van joh, tegen de medewerker van het hotel, kunnen jullie dit voor mij kopen en dan zorgen dat het onder de boom komt. Daarnaast staan er ook nog een aantal cadeautjes online. Dus op de website kun je ook een aantal cadeautjes online aanklikken. Over precies een week is het weer kerst. Wij gingen de straat op en vroegen de Bredanaar, wat staat er bij jou op het kerstmenu? Het kerstdiner zal dit jaar anders zijn dan normaal. Wij vroegen aan de Bredanaars, wat heb jij dit jaar op het kerstmenu staan? Dat is een goede vraag. Nou, we hebben al een klein diner gehouden. Sinterkerstdiner. Dus voorgerecht. Dat was een lekker hamburgertje. Maar ik denk dit jaar, meestal doen we gewoon een beetje ossehaas in de oven. En een aardappeltje erbij. Zoiets. Beetje zoetje. Ja, toch wel een beetje speciaal, hè? Dus ik denk dat. Biefstuk. Altijd als hoofdgerecht en als voorgerecht gewoon een salade. Hoofdgerecht biefstuk en nagerecht gewoon een toetje. Iets van kwark met aardbeidjes, zoiets. Ja, weet ik echt niet. Mijn ouders waren nog gewoon aan gaan bedenken. Normaal gaan we thuis gewoon allemaal lekkere dingen zelf koken. En ja, nu willen we misschien iets bestellen of zo bij een restaurant. Oh, nou, zal ik je vertellen dat ik dat nog niet over nagedacht heb? Nee, vind ik nog te vroeg. Oeh, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk nog niet, mijn ouders gaan het halen. Maar ik denk gewoon iets simpels, ja, niks geks. Op het kerstmenu? Ja. Oh, daar staan verschillende dingen op. Want ik hoop dat het nog kan, maar we zouden bij een restaurant gaan halen. Dat is altijd een verrassing. Ik heb geen idee. Normaal gaan we altijd eten. Eigenlijk altijd ergens anders dan in Breda zelf. Alleen ja, dat kan nu natuurlijk niet en dat moet je ook gewoon respecteren. En dan, ja, ik denk dat we nu gewoon naar de Hanels of naar de ISPC gaan en dan gewoon lekker erin. Ja, gewoon lekkere dingetjes halen. Nou ja, het is wel anders.
Ja, het is iets minder uitgebreid. Met iets minder luxe, iets minder uitgebreide aankleding. Doen nu gewoon iets kleiner. Normaal ben je gewoon met heel veel familie. En dat is natuurlijk nu niet. Dus nu zijn we gewoon met het gezin. Met z'n vijfjes. Dus dat is op zich wel leuk hoor. Nou, ik vier het altijd met mijn opa en oma. En dat is gewoon net als elk jaar. Ook nu met corona. Het is toch altijd gewoon gezellig. En ja, ik ga ze niet in de steek laten. Nee, meestal wel gewoon thuis. Maar we zijn net verhuisd, dus we hebben eigenlijk mensen wat uitgenodigd bij ons. Over meerdere dagen verdeeld. En dan denken we, gaan gewoon het restaurant thuis nabootsen. Ja. Nee, of uit eten, of bij familie of vrienden. Maar dit jaar, ik heb geen idee. Dit was het weekoverzicht. Op eerste en tweede kerstdag kijk je vanaf 8 uur naar de twee grote Breda Nu kerstshows. En op 28 december zie je het Breda in beeld jaaroverzicht. Voor nu wens ik u fijne feestdagen en tot 8 januari. Breda Nu.